48-jarige bromfietser Claudia Pawirojojo Linger raakte gistermiddag aan de commissaris Roblesweg in Kommerwijnen tegen een losgeraakte driewielige aanhangwagen in botsing, waarna ze ter plaatse kwam te overlijden. Niet ver van de vrouw lag haar 14-jarige dochter die bijrijder was. De dochter die niet aanspreekbaar was, is per ontboden ambulance afgevoerd naar de afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ze is ter observatie in de ziekeninrichting opgenomen. Ter hoogte van pand nummer 96 raakte de aanhangwagen los van de trekkerhaak van een auto die uit tegenovergestelde richting kwam en slingerde naar de rijhelft van Linger, waardoor ze tegen de aanhangwagen botste. De pick-up bestuurder, die niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, verkeerde niet onder invloed van alcohol. Hangende het onderzoek is een rijbewijs ingevorderd, waarna hij zal worden voorgeleid bij de hulpofficier van justitie. Beide voertuigen zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen. Claudia Pawirojojo Linger is het derde verkeersslachtoffer voor dit jaar.